Nou, welkom allemaal bij de allereerste webinar van Specialized Nederland België, Vlaanderen beter gezegd. We gaan vandaag praten over de Diverge, een gloednieuw product in onze markt. En wat mij te oren is gekomen is in ieder geval, is de Diverge-categorie al zo ver gegroeid, dat ze qua aantallen is het Diverge-model al groter dan de Roubaix en de Venge samen. Dus laat het even op jullie inwerken. De Diverge verkoopt meer qua aantallen in onze markt wereldwijd dan de Roubaix en de Venge samen. Ik ben Peter Kraaienvanger. Ik fiets zelf heel veel. Ik hou ook van extreme dingen, wat vroeger nog geen gravel heette. Gingen we vroeger al met een cyclocrossfiets doen in Engeland, zoals je ziet. Inmiddels heb ik ook de fiets getest. Normaliter verzorg ik alle scholing online en klassikaal voor Nederland en Vlaanderen. En het leek ons leuk om een webinar te hosten rondom de nieuwe Diverge die ik afgelopen week getest heb. En die nu dus ook te verkrijgen is in alle winkels. Nou, hoe leuk kan het zijn om daar speciale gasten bij te halen die perfect kunnen vertellen hoe het in zijn werk gaat. Ja, een hele mooie foto. Dus niet zozeer over de exacte technische details, misschien het technische geneuzel voor de freaks, maar meer het gevoel, het onderbuikgevoel. Wat doet dat? Hoe zet die fiets aan? Dus we hebben een speciale gast, Laurens ten Dam. Laurens, deze foto kent iedereen, denk ik. Daar ben je berucht en beroemd mee geworden. Ja. Maar deze zegt misschien wat meer. Dus misschien kun je kort vertellen hoe je bij Specialized bent betrokken en hoe je op de Diverge bent terechtgekomen. Ja, zeker. Nou, het is eigenlijk wel. Eind vorig jaar stopte ik met koersen op wildtoerniveau. En ik ben altijd wel avontuurlijk aangelegd. En ik was zelf van plan om wat avontuurtjes verder nog te gaan beleven op de fiets. Eigenlijk altijd op de fiets, hè, als ik het heb over avontuur. Dus ik had plan opgevat om door die Kenza te gaan rijden, om veel meer te gaan bikepacken dan wat ik tot nu toe had gedaan. En toen kwamen jij stond trouwens op mijn eigen evenement, vond je nog een hooibal in de hand te steken. Dat vond ik ook wel mooi, zeg maar. Zo leerde ik jou kennen. Ja. Dus, wie is dat? Oh, dat is Peter van Specialized. Dus ik denk, nou ja, die weet wel hoe het werkt. Ik kon het wel waarderen. En zo kwam ik eigenlijk bij jullie. Dan moet ik eerlijk zeggen dat ik mijn hele carrière al, ja, natuurlijk hele dikke fietsen Specialized. En echt top of the bill. Ik altijd wel een beetje jaloers was op de mannen van Bora of de Koning of vroeger bij Tinkoff die op Specialized aan het rijden waren. Dus toen jullie bij me kwamen van, hey Lau, willen jullie op mijn fietsen of op onze fietsen gaan rijden? Dan was ik eigenlijk snel om. En deze foto is gemaakt in Girona tijdens het testkamp voor de nieuwe Diverge. En je ziet eigenlijk al wel hoeveel lol ik erop heb, want het is puur lachen wat we aan het doen zijn. Ja, heel tof. Echt leuk dat je erbij bent. Welkom ook bij de Specialized familie nogmaals. Hè. We zijn wellicht niet zo groot aangekondigd, maar we zijn super blij met je. Nogmaals bedankt om erbij te zijn. We gaan lekker praten. Richard, jij bent inmiddels ook bij de Specialized familie betrokken al een tijdje. Hoe moet ik het zeggen? Ik stond zelf langs de kant te kijken als je aan het koersen was. Dus kippenvel wederom voor mij om jou hierbij te hebben. Misschien wel een van de eerste gravelbikes op aarde waar jij op rondreed toen de tijd. Kijk maar eens goed naar de fietsen, mensen, want Die waren inderdaad, Corgé 103, misschien nog wel een beetje wat er tegenwoordig weggezet wordt als gravelbike. Ja. Dat klopt wel, ja. Want tegenwoordig zien we je zo langskomen bij Specialized. Kun je kort vertellen wat je met ons te maken hebt en wat je met gravel te maken hebt eigenlijk, of wat je ermee doet? Ja, ik ben destijds met jou in aanraking gekomen met Specialized. De fiets had ik pas in Engeland gereden. Die heb ik ook gedaan. En op die manier zijn we eigenlijk in contact gekomen. En ben ik een beetje crux ambassador geworden. En hebben we een paar leuke evenementjes gedaan. Ik heb het fietsen te leen gehad om te proberen. En dan lekker mee te crossen. En nu ook in Diverge om te testen. En dat was eerlijk gezegd wel een hoop verschil. Ja, tof. Nou, mooi dat jullie erbij zijn, mensen. We gaan kort door een PowerPoint heen lopen met wat technische features. En dan proberen we een beetje alsparend erheen te komen wat het voor jullie gevoel doet op de fiets ten opzichte van die nieuwigheden aan de Diverge. Want we hadden altijd een Diverge, mensen, maar hij is 100% compleet veranderd. Misschien zie je het niet van de afstand, maar het is een spectaculaire fiets. We noemen hem de perfecte gravelbike. Hij is eigenlijk onverslaanbaar. Hij is het snelst, hij is het lichtst. Hij is het meest capable. Dus op vele vlakken is hij aangepast. Voor de mensen die nog niet zoveel weten over gravel. Hè, die denken, hey, dit is een crossfiets of dit is een racefiets. Laat even kort zien wat je ermee kunt doen. Je kunt er op avontuur. Dat is misschien in Nederland wel het meest bekend.
Laurens, wat doe jij zoal met de fiets in Nederland bijvoorbeeld? Je probeert eigenlijk steeds extremere parcoursjes op te zoeken in en om je huis, zeg maar, als je het hebt over Nederland. Dus ja, tegenwoordig, ik heb toevallig zaterdag nog de Trobro Leon Noord-Holland gereden. Dus dan vinden we alle illegale dijkjes, bij wijze van spreken, waar je overheen kan knotsen. Nog een stukje parcours in Schorrel. Daar komen we nog wel verder op, maar ik denk dat ik de ultieme Noord-Holland 100 fiets ga bouwen met de Divert, zeg maar, zodat ik eigenlijk Nicky wel kan kloppen. Daar heb ik het dan over. Het is gewoon dicht bij huis is super leuk. Maar ook, ja, wat jij zegt, avontuur. Volgens mij kan ik er ook mee bikepacken. Dus mee op fietsvakantie, waarbij ik mijn slaapzak en mijn eten en dat soort dingen meeneem. Voor ja, één nacht, twee nacht, misschien een rondje Nederland zo snel mogelijk te rijden. Dus ja, je kan er eigenlijk alles mee. Super toffe fiets, ja. Hey, en toevallig op social media zag ik een tijdje terug langskomen, Richard, dat jij ook de gravel scene was ingedoken. Want het is natuurlijk, ja. Mensen praten over, ja, gravel, wat is het? Hadden we het al? Wat is het mountainbiken? Is het wielrennen, veldrijden? Maar jij hebt het inmiddels ook een beetje ontdekt, begreep ik. Nou, ik heb het toen hier rondom mijn huis, een beetje zoals Laurens zegt, over wat paden en veldwegen en gecombineerd met wat singletracks links en rechts. En dan heb ik het ook maar even hip gravel rijden genoemd. Maar nu is dat toch wat anders. En inderdaad, met dit soort fietsen is het al heel de markt op te zien. En het maakt het ook wat prettiger en leuker. Je kan met dit soort fietsen kun je eigenlijk alles doen. Precies zoals Laurens het zegt, maakt dat niet uit. Je kan een paar dagen weggaan, maar je kan er ook een wedstrijdje mee rijden. Nou, dan komen we eigenlijk bij het volgende paar dagen weggaan. Ja, de foto's van Laurens kennen we inmiddels. Bikepacking. Klinkt populair. Het is vooral met lichte bepakking. Tentje mee, wat schone onderbroeken misschien. Misschien een onderbroek wat vaker gebruiken. Meerdere dagen. Maar ja, wat is dit precies, Laurens, wat we zien hier met allerlei tassen erop? Ja, dit was. Ik wilde. Dus eigenlijk vlak voor de hele lockdown kwam. Toen hebben we nog in Vlaanderen. Heb ik het alternatieve Vlaanderen parcours gemaakt. Ook op Komoot. Dus dat is eigenlijk een soort site waarop ik routes bouw. En toen heb ik eigenlijk de Ronde van Vlaanderen en Gent-Wevergem in 2 dagen aan het kapot geplakt. En hebben we alle klimmetjes van de zijkant gepakt. Dus van eigenlijk de mountainbikepaden of de boerenpaden die zelfs de koers niet neemt. En daar hebben we ook her en der wat historie bij gegooid. Want we zijn over de slagvelden van de Eerste Wereldoorlog heen gefietst. En waar je alle kruisers er staan. Ik ben keihard gaan zuipen in de eerste finishplaats Ypres, de eerste avond. Dat was de tweede dag was echt met een dikke kater dat ik op de fiets zat. Nou ja, dit zijn gewoon leuke avontuurtjes wat je gewoon met de fiets kan doen. En ik moet eerlijk zeggen, zo ben ik eigenlijk ook begonnen. Want ik heb nog een foto gevonden dat ik op fietsvakantie ging. En toen was ik denk 12 met de hele familie. Toen hadden we ook alles mee. Toen waren we wel iets minder licht bepakt dan. En ik zag zelfs toen nog de koekenpannen, zeg maar, onder de snelbinders vandaan steken. Maar dat is eigenlijk hoe ik ben begonnen met fietsen. Gewoon van plek naar plek fietsen en de wereld ontdekken. En ik kan niet wachten totdat we dat weer kunnen gaan doen, zeg maar. Ja. Hey, in een ander straatje om naar de volgende slide te gaan. Ik heb een hele mooie documentaire over Dirty Kansas gezien. En misschien wel jouw bekende conculega Richard Sven Nys. Die heeft dat ook volgens mij geprobeerd. Start, ja. Geprobeerd met ja. Name. Die zou daar wel even, wat ik begreep, de koers gaan domineren. Maar die is noodlottig uitgevallen met verschillende lekke banden. Dit kan natuurlijk ook, hè, mensen. Het is casual, het is sportief, maar je kunt ook gewoon keihard koersen. Die koersen worden steeds harder, worden steeds groter. Dit is de Dirty Kansas. Ken jij het, Richard? Zie je het ook als een koersfiets? Is die licht genoeg, wendbaar genoeg om hard te rijden? Ik zit er nog niet zo in, maar ik zie die evenementen ook wel op social media voorbij komen natuurlijk, links en rechts. Oh, dat valt wel. Ja. Jij kent hem inmiddels ook, hè, de Dirty Kansas. Je zou hem rijden, geloof ik, Laurens, hè? Je wil even weg, Richard. Ja, ik ga heel even mijn dingen zo bezetten. Ja. Nou, hij staat nu voor 12 september gepland, Peter. Dus ik heb echt wel zin om te rijden. Maar ik ga nog veel moeten leren, hoor. Want wat ik al tegen jou zeg, ik heb nog nooit een band geplucht. En dat gaan ze daar 3 keer per wedstrijd te doen, zeg maar. Ja, dus, ja.
Ja, hier zien we in ieder geval een beeld. Alison Tetrick, dat is een gesponsorde renner van Specialized. Zij heeft hem voor de dames gewonnen. Je ziet dat niet zonder keer. Kijk naar die gaan. Foto. Ja. Dit is de Belgian Waffle Ride. Oh ja, ja. Kijk maar naar die. Zo ingevoerd ben ik dan nog wel. Want dat is een soort, soort wegkoers met stroken, noemen ze dat. Maar Dirty Kent zijn, dan moet je echt wel met noppen of bredere banden rijden, zeg maar. Dan maar zien. Maar dit is volgens mij een Roubaix. Oh ja, ik zie het op het bordje, Belgian Waffle Ride. Ja. Want die zou jij ook met een Roubaix rijden in dit geval? Ja, dat was me aangeraden door. Ook een van de redenen waarom ik dan bij Specialized terecht ben gekomen. Zoals jullie weten, ik heb denk ik misschien wat 12 jaar op Giant gekoerd. Maar als ik dan naar Specialized Amerika ging en ik zei ik wil Belgian Waffle Ride rijden, dan waren ze meteen heel erg mee van: oh ja, dat moet niet op een divert, die moet je op een Roubaix doen. En je merkt gewoon helemaal achter het merk dat ze ermee bezig zijn. En daar voelde ik me wel heel erg door gesteund. En deze wedstrijd is nu verplaatst tussen 6 en 8 november. Oh ja. En eigenlijk er zijn de Ronde van Californië is weggevallen in Amerika. En dit zijn nu de twee grootste wedstrijden in Amerika. Dat zijn geen wegkoersen meer, maar gravelkoersen eigenlijk. Dus dat is wel grappig. Ja, ja. Hey, Richard, had jij dat meegekregen van Sven Nys die de Dirty Kansas zou aanvallen? Ja, ik heb het al op de zijlijn gevolgd, maar wat zijn plan precies was en dergelijke, dat weet ik ook niet. Maar ik weet wel dat hij ook uitgevallen was toen. Maar die heeft met zijn fietsenleverancier natuurlijk wat dat soort evenementen ingezet. Ik zie wel een mooie uitdaging voor Richard hierin, Laurens. Dat we hem eventjes 300 kilometer gaan meenemen daarin. ja, ik weet niet of Richard daarvoor in is. Want dan moeten we maar kijken. Dan moet je Richard vragen. Zit je nog veel uit, Richard? Laatste tijd weer wel. Ja. Van die foto die net in beeld kwam, had ik heel lang niet gefietst. En sindsdien ben ik maar weer begonnen. Dat was een goede motivatie. Oké. Nou, lekker mannen, super. Wat we ermee kunnen is nu duidelijk. Laten we snel naar de features gaan die op de fiets aanwezig zijn. Op de bestaande Diverge die we in ons gamma hadden, zat al een Future Shock. Een Future Shock is 2 centimeter veerweg. Niet onder het ballenhoofd, niet in de voorvork, maar onder de stuurpen, zodat je de renner afveert. Dus niet zozeer de fiets is aan het bewegen en is aan het flexen, maar het is echt de renner die comfort krijgt en de fiets blijft super strak. Nu hebben we een 2.0 Future Shock erin gezet, dat is een hydraulisch systeem. Eerst was het eigenlijk een veer die eigenlijk altijd actief was. Onder andere bijvoorbeeld, wat jullie misschien herinneren, is Gilbert vorig jaar, die de Parijs-Roubaix mee won. Die reed ook onder andere op dit systeem en die zag je ook tijdens de wedstrijd, zoals je al zei, Laurens, de hele tijd de knop aan en uitzetten, bovenop zijn aan-uitknop. Dus op asfaltwegen kun je hem ook blokkeren. Wat heb je daarvan gevoeld, Richard? Wat voelde jij ervan ten opzichte van je crux bijvoorbeeld in het veld? Je voelt toch echt wel dat hij echt wel wat oppakt. Steeds dat hij echt wel wat comfortabeler is. En echt die vering jou dat comfort geeft. Dat voel je echt wel. Ja. Laurens, moest je wennen, want je hebt natuurlijk een vriend / collega, Nicky Terpstra, die was wat minder enthousiast over het systeem. Ja, met de tarmac rijden, begreep ik, in Vlaanderen en dat soort koersen. Ja, maar hij is nu om, hè, want ik mag het eigenlijk niet zeggen, maar Nicky die fietst natuurlijk ook buiten. Dat is natuurlijk bullshit dat, die fietsen. Dus ik ben wel met hem aan het trainen geweest. En kijk, die eerste Future Shock, zeg maar, die allereerste prototype, daar zat ook geen demping op. Dus Nicky die, als je iemand wil hebben die materiaal goed wil testen, dan moet je Nicky hebben. En daar was je wel kritisch op en dat hebben ze ook aangepakt. Er zit nu ook een klein dempertje in volgens mij, waardoor die beter terugkomt. En ik was van de week was ik ermee het parcours op. En het parcours dat is normaal best wel, het parcours van school is best wel hobbelig nu. En het is best wel irritant als je die op een strandfiets rijdt met een volledig vaste vork, dat is niet fijn. En nu eigenlijk op mijn gravelfiets, ik kan niet wachten tot ik die 47 banden heb gemonteerd. Volgens mij heb ik dan gewoon een Noord-Holland 100 winnende fiets, want dat is eigenlijk onze 100 kilometer lange route waarbij je en duinen hebt, en strand, en een single track. Dus eigenlijk zijn we altijd aan het debatteren wat nou de snelste fiets is. Of het nou je mountainbike is, of een gravelfiets, of een strandfiets. En ik denk dat ik hem nu heb, want dit is een fiets waar hele brede banden in kunnen, toch iets van vering heeft op parcours, en ook gewoon heel snel is op het eerste stuk door de duinen heen. Dus
ja. En die wachten dat ik hem eigenlijk het vuur aan de schenen kan leggen met een nieuwe Diverse. Ja, misschien moet hij in de toekomst wel weer terugkomen in de Specialized, hè? Je weet het niet, nee, dat kan allemaal. Ik kreeg van de week op Insta, want ik kreeg een stuk singletrack erop, van de vraag van mensen van, kan het parcours nou op een gravelfiets? Want ik ben eigenlijk van mening, dat zijn van die gravelpuristen die zeggen eigenlijk dat alles in Nederland op een gravelfiets kan rijden en niet per se hier een mountainbike nodig hebt. En ik denk dat parcours verschoren met die Future Shock, dat maakt echt wel een verschil, zeg maar. Dus ik denk, mij is het echt wel een voordeel. Je voelt ook heel erg op die op paden waar paarden hebben gelopen. Hè? Dat is normaal met de crossfiets super irritant. Dan ben je echt heel nerveus te stuiteren. En met deze fiets had dat totaal niet. Ja. Dan pakt hij hem echt helemaal weg. Ja. Nou, super, dus dat is mooi weergegeven, man. Het is uniek, hè? Er is geen ander merk die dat systeem heeft. Het is hydraulisch, het is olie gesmeerd. Het blijft ook gewoon functioneren. Je kan het aan- en uitzetten. Wat we nu over gaan praten is de geometrie. Dat is wat lastiger altijd te vertalen naar een gevoel. Geometrie is een heel breed begrip, een heel wijd woord. Nou, je ziet in ieder geval in de overlap dat het rode frame het nieuwe frame is. Wat opvalt is dat de stuurpen, of in ieder geval het stuur, op dezelfde plek zit. De stuurpen is korter geworden, maar de bovenbuisste reach, zoals we dat noemen, is langer geworden. En ook de wielbasis is wat langer geworden. Dus de totale fiets aan de onderkant is langer geworden. Dat zorgt eigenlijk meer voor, of dat is het idee erachter, dat we grove terrein aan kunnen, dus je kunt wat meer off-road terrein in, rotsachtig terrein, Ardennen, stenen, met bepakking, op snelheid, dan voelt die fiets als het goed is betrouwbaarder en stabieler. Hebben jullie dat ook zo ervaren, mensen? Jazeker, zeer zeker. De fiets is super comfortabel en super strak tegelijk. En hij stuurt ook nog eens een keer heel goed. Maar ja, rechtdoor en in de bocht, het is echt, ik vind het fantastisch rijden. Ja. Ja. Het enige, ik heb ook gemerkt dat hij een stuk lager is als een crux. Een paar keer met mijn pedaal tegen een wortel of iets gestoten, dat merk je wel. Maar als je dat 2-3 keer hebt gedaan, dan hou je er wat meer rekening mee natuurlijk. Tegenwoordig een crossfiets en mountainbike zijn extreem hoog. Deze is gelijk een stuk lager, dat merk je wel direct. Maar omdat hij lager is, loopt hij ook gewoon op de rechte paden heel erg goed. Vooral als het een beetje begint te stuiteren en hobbelen. Ja. Laurens, heb je al zover gevoeld dat je hebt natuurlijk je huidige Diverge gereden, je nieuwe, voel je die tweak zo? Ja, kijk, ik heb bij jou een kortere stuurpen besteld. Ja, klopt. Dus als ik nu zeg van dat ik het heb gevoeld, dan lieg ik. Eigenlijk zit ik nu iets te lang op deze. Dus, wat ik wel merk is, eigenlijk had ik op mijn oude Diverge, de langste stuur, want ik heb met Peter heb ik mijn fietsmetingen gedaan via het retool systeem van Specialized ook. En ik had op mijn Diverge eigenlijk de langste stuurpen zitten, een 12. Ja. En op mijn wegfiets een 10 en op mijn mountainbike een 9. Dus wat dat betreft komt het nu zeker dichter bij elkaar. En ik denk dat het al meer klopt ook. Ja. Toen ik dit verhaal las de eerste keer, toen dacht ik van oei, wielbasis lang. Dat betekent trage fiets, niet wendbaar. Maar juist in dat korte draaiwerk met de kortere stuurpen. Ik weet niet hoe ze het gedaan hebben met de fork opzet of iets dergelijks, geloof ik. Maar hij is gewoon echt, je smijt hem door de bocht heen. Voor zo'n, dus dat is wel grappig, ja. Nou, superman. Het volgende punt is een belangrijk punt, zeker voor de extremere gravel boys. Dus de mannen die vanuit het mountainbike komen. We konden tot 42 banden ongeveer monteren op onze Diverge. Nu kunnen we naar 47, dat is echt huge. En je kunt zelfs 56 B-wielen monteren, daar heb je ook een tijdje mee geëxperimenteerd, Laurens. Dus dan kun je kleinere wielen, meer volume in de banden, maar met name de tire clearance is huge. Jij vertaalt het naar een strandband. Wat er in mogelijk is qua 47. Ik weet toevallig, maar ik weet niet of ik het hier mag vertellen, Richard, dat jij de Three Peaks met 38 banden hebt gereden. Met 33. Nee. Oh. Uiteindelijk niet. Ik had wel 38 tubes laten maken met 33 erop. Maar in het reglement stond dat er echt maar met 33 mocht rijden en ik wilde het risico niet nemen om daar echt voor de eerste keer aan de start te staan en teruggewezen te worden. Dat denk ik, dat plezier ga ik niemand kunnen. Ik was er zelf een beetje bang voor ook. Ja, misschien was er al gelekt, ja, dat weet je nooit. Ja. Wat heeft voor invloed op jou op off-road rijden? Je hebt in Amerika nou een koers gereden, geloof ik, tegen mountainbikers ook en tegen andere collega's, Laurens.
Daar reed je met een Pathfinder, als ik begreep, bij lichte ballen. Daar reed ik met die Terra's. Met die echte modderballen. Want dat was echt peanut butter mut, zoals ze daar zeiden. En je kan er gewoon veel meer mee spelen nu. En ik moet eerlijk zeggen, dat als je die 47's er ook echt oplegt, dat je gewoon echt een speelfiets ook meteen hebt voor je gevoel. Terwijl, als je dat extremere gravel inderdaad pakt, je bent minder bang om lekker te rijden en een rot te gaan afdalen. Terwijl, het rolt niet eens zoveel minder. Want je denkt natuurlijk als wegrenner uiteindelijk van, ja, hoe breder, hoe slechter het rolt. Maar dat die niet is een beetje ontkracht inmiddels. Dus, ik ben benieuwd. Ik denk dat je toch best wel veel uiteindelijk met die 47 gaat rijden als je het er één keer hebt gevoeld. Want het rijdt gewoon hartstikke leuk. Ja. Ah, super joh. We komen zo nog een banden specifiek uit, mensen. We gaan nu door naar de volgende. Want we hebben een SWAT-box geïntegreerd. Hier waren we de eerste mee met de mountainbike van ons. De Stumpjumper mountainbike, een paar jaar geleden geïntroduceerd. Mensen denken, wat ben je in godsnaam aan het doen? Je zaagt een gat in de onderbuis. Dicht bij het bracket, hè, waar natuurlijk alle stijfheid zit. Maar dit zorgt er wel voor dat je shirtjes, reepjes, jackies, alles kun je meenemen. Stokbroodje erin, dat maakt ook niet uit. En je hoeft geen zadeltas bijvoorbeeld te monteren. Je hoeft niks in je shirt te doen. Wat vond je daarvan, Richard? Dat is natuurlijk best wel innovatief. Ja, ik kreeg de fiets en ik had eigenlijk last me nooit echt opgevallen. Maar ik vond het wel super gaaf. Ik had hem open gemaakt en erin gedoken. En ik denk, ja, dit is echt mooi. Dit is echt super. Ja. Ja, het is vooral makkelijk met bikepacking. Hè? Je hebt je spullen bij je, hebt geen zadeltasje, je kunt meer meenemen. Dus dat scheelt. Ja. En het frame is verstevigd op die plek, dus het wordt niet slapper of het is kwetsbaarder of iets dergelijks. Nee. Ja, ik vind het super tof, joh. Ik zat al net te hengelen bij jou naar dat regenjackie. Wat erin kan. Dan word je nooit meer verrast. En het is ook echt wel heel tof. Dan is zelfs aan zijn wielercarrière nog geen regenjackie overhouden. Laat staan. Ja, nee, dat is echt niet. Dat is eentje met een capuchon, volgens mij zelf, voor Specialized. Dat kan, ja. Ja, ja, dus. Dat was echt het ultieme bikepack jack zat erin. Ja. De oude wielrenners die zagen een bidon af, geloof ik. En dan doen ze een pompje in met een regenjackie. Ja. Nee, maar het is super vet. En ik zou me helemaal vol douwen met cliffbars en weet ik veel wat. Als je een paar dagen hebt gepind, dat je altijd iets hebt, weet je wel. Ja. Supermarkt is, oh ja, wat dat je aanstoot. Ja. Nee, tof. Echt superleuk. Ja. Ja, de volgende verhaal is natuurlijk, als je fiets volhangt met bepakking, is die zwaar. Maar bij Dirty Kansas moet je zo snel mogelijk zijn. De fiets is meer aero geworden. We hebben natuurlijk een eigen windtunnel in Californië. Dus als we nieuwe fietsen ontwerpen op dit moment, alles wat gemoderniseerd wordt, wordt ook door de windtunnel getrokken. Dus de fiets is ook daadwerkelijk meer aero geworden. Als je op hoge snelheid ligt, lage snelheid, 300 kilometer hoop luchtweerstand. Je kunt op 6 plekken bidonhouders monteren. Op de voorvork, op de bovenbuis. Dus met hete dagen en je hebt geen auto naast je rijden. Waar je een bidonnetje of een jelletje kunt aanpakken in de koers. Dan scheelt dat veel. Ander punt is de zadelpen. Hij ziet er vrij traditioneel uit, maar er zit gigantisch veel flex in de bovenkant met name. Dus ook daar ga je heel veel comfort uit halen. Hebben jullie dat gemerkt, mensen, dat die vlot rijdt op de weg ook, dat die lichtvoetig aanvoelt, maar ook het comfort in de zadelpen? Ja, denk ik wel. Zeker. Zoals ik straks al zei, het is gewoon echt een fietsfiets. Je kan er echt gewoon echt lekker mee fietsen. Maar tegelijkertijd, je komt voor waar je uit je voorvork haalt, maar of uit je ballenvering, maar ook het zal dan voel je gewoon echt dat er reflex op zit. Ja. Wat ik wel vet vind, kijk, dit is natuurlijk, als je dat zegt, onder de kilo en meer aero. Ja, als je dan een dirty kent, gaat toch 320 kilometer moeten racen. Of de Belgian Waffle of weet ik veel wat voor wedstrijdje, dan is het gewoon een voordeel, weet je, ten opzichte van je concurrenten. En ook, ik ben van de week, heb ik toevallig nog een keer van tocht gedaan, er reed Nick op zijn wegfiets, die gravel paden zeg maar, en ik op deze. Maar ook gewoon op de weg lig je aero, weet je. Net, ja, jij hebt me dan op de fiets gezet, maar ja, je gaat gewoon op dat stuur liggen. En ook, ik weet niet hoe het is, ook omdat je misschien lager is, zit met je bottom bracket. Maar je hoofd komt bijna niet boven de elleboog uit van degene die naast je rijdt, zeg maar. Dus ik denk wel dat het echt een snelle fiets is, ook op de lange stukken. Ja, kijk, aero is altijd een beetje een fancy begrip, maar het gaat je seconden schelen. Hè? Zeker op 300 kilometer, 100 kilometer, ja. Wattage schelen. Dus je kunt er geen wattage op plakken, maar het gaat je gewoon wattage schelen. En dat scheelt weer energie, dus houd je het langer vol en ga je gewoon sneller presteren.
Ja. Dan gaan we over banden praten. En ik weet toevallig, ik heb ook een tijdje bij Shimano gewerkt en daar kwam ik Richard ook wel eens tegen. Ik weet dat Richard bijna een banden fetischist is. Hè? Tubes, tubes. Oké, ja. We gaan hier voor kort nog even banden praten. Want er is ook een nieuwe band eigenlijk gelanceerd nu. De Rhombus-band. Die hadden we nog niet in het gamma, een grove band. Maar deze slide die ik hier laat zien is eigenlijk niet helemaal netjes naar Specialized toe. Maar misschien weet jij wel waar ik heen ga, Lauwens. Als je kijkt naar de band, herken je hem. Het is een Specialized Pathfinder band. En dit is tijdens de Dirty Kansas race van vorig jaar. Colin Frickland. Ja, die won hem in zijn eentje. Reed hij weg op die mannen daarachter. En hij reed met Specialized banden, wat best wel uniek was. En heel veel mensen weten niet dat we banden maken. Maar ja, we maken ook behoorlijk goede banden. En het is echt tof om daar de winnaar bij te hebben. Buiten zijn schoenen en helm. Waarschijnlijk heeft hij ze nog zelf aangeschaft ook. Had ze zelf gekocht? Ja. Dus die jongen is heel erg met zijn materiaal beter. Je ziet ook Aero, hij heeft dat stuurtje dan, zie je dat? Gewoon zelfs een lichtstuur liggen. Ja. Maar dus ik heb wel een grappig verhaal over banden. Want banden is natuurlijk ook, ik weet niet of Richard dat kan halen, maar het is vooral ook veel vertrouwen, denk ik, in je materiaal. Ja, dat is zo. En ik reed dus die Flanders Alternative net en je zag dat het best wel modderig was. En we reden op deze banden, op die Pathfinder banden, want ja, er zat ook best veel weg in. En het is voor mij best wel een ideale combinatie tussen, als je ook veel op de weg rijdt, omdat het midden gewoon een splik is, specifiek. Ja. En Stefan Bolt, mijn compagnon, zeg maar, die glimmerde daar door die modder heen en die was gaan vloeken en ik wil banden met meer noppen en ik wil dit. Ik zeg, joh, je moet je mond houden, deze banden hebben Dirty Kenta gewonnen, dit zijn race winning tires. En alle volgende stroken reden ik dwars door die modder heen. En, alsof het niks was. Die was wel gevoelig voor zo'n pep talk, zeg maar. Dus het is ook veel vertrouwen, denk ik. Gewoon maar gaan, of niet, Richard? Ja, ik zal in ieder geval even de line-up laten zien, Richard. En dan kunnen we ons licht erover laten schijnen. Ja. Een ander belangrijk punt wat meespeelt met banden, dat vergeten veel mensen, is de velgbreedte. Inmiddels hebben we ook rovalwielen bij de Specialized. Je rijdt ook zelf ook met rovalwielen, jullie allebei. Wat je aan de linkerkant ziet, is het velgbed van een regulier wegwiel. Die is 21 mm qua interne breedte. En de rechterkant, dat zijn de Terra-wielen. Die zijn specifiek voor gravel gemaakt. Dus die zijn een stuk breder. Dus de band valt ook mooier op. Hè? Een wegband is een stuk smaller dan een gravelband. Dus als je hele brede band op smalle vel gaat leggen, dat bolt niet lekker. Dan loopt de bocht niet goed door. Dus die is goed beschermd. Dus onze wielen, specifieke gravelwielen, Terra. En die hebben extreme velgbreedtes. En daar horen eigenlijk deze profielen bij. Aan de rechterkant zie je een typische cyclocrossband. Die gaat ook maar tot 33, hè. Heb je ook in Namen, in de Wereldbeker Namen veel meegereden tijdens de parcoursverkenning, Richard. Ja. De andere is eigenlijk de gravelband en daar is nu de Rhombus bijgekomen en dat is de tweede van rechts. Ja. Wat is jouw gevoel, Richard, over de banden? Welke rij je het liefst mee op het moment? Gravel. Ik heb de laatste tijd heel veel op de Tracer gereden, op de 38er. En de laatste week dan op de Pathfinder. Ik moet zeggen, ik heb de Tracer nog niet gereden in de nieuwe Diverge. De Tracer vond ik, dat is eigenlijk een nerveus bandje. Maar die Pathfinder was wel, die vond ik echt heel extreem rustig en weinig schuiven. Dus die vond ik eigenlijk wel goed. De Rhombus heb ik nog niet de kans gehad om die te proberen. Dus kan niet zeggen. Terra is gewoon echt heel grof. Die moet je echt in de modder. Daar kun je echt alle kanten mee op. Dat is gewoon hakken. Wat wij zelf de naam hebben gehad. Die is gewoon, die pakt gewoon verschillend uit. Ja. Ja, welke breedte is we hebben 38, 42. Er wordt gewerkt aan een 47 band misschien, wellicht. De trigger is al beschikbaar in een 47. Welke breedte is je mag officieel, cyclocross natuurlijk 33. Maar wat ambitieer jij, Richard? Ja, ik ben ook iemand van, zoals Laurens het net al zei, van zo breed mogelijk. Dat geeft echt een hele smooth rol. Rolt veel beter, vind ik. En het geeft een band, zorgt al voor het eerste comfort wat je hebt. Dat is het allerbelangrijkste. Ja. Hey, Laurens, vroeger reden we in de cross met 36, reden we altijd met 36. Ja, en op een gegeven moment mocht dat niet meer. 36, joh? Ja. Zo. De eerste Duvastubes waren altijd 36. Ja. Dat is breed, ja. En toen is de UCI gezegd van stoppen. Ja, kijk, het punt was toen toen had je heel veel verschillende wielen. Omdat je 36 had voor de drogere parcours en zand en weilanden.
Maar als het dan echt modderig werd, dan ga je met de 36 ga je met de crossfiets lichter ga je drijven. Dan druk je niet door de modder heen, dus heb je geen grip. Dus dan ging je altijd terug naar smallere banden. Dan ging je naar 30 of zelfs naar 28 mm. En daardoor met Pubis, ja, dat had je een heel race aan wielen staan om te kunnen wisselen tijdens die wedstrijd. Toen heeft de UCI gezegd om voor de jeugd, maar ook voor iedereen de kosten wat te beperken. Ja, we gaan er een beetje tussenin zitten. Nou, het maximale breedte. Ja. En Laurens, waar jij momenteel mee het meest? Momenteel met die Pathfinder. Ook, ja. Juist ben ik thuis, hè? Heb ik gehoord. Dus, ik las ook zoiets net. Nee, dus vooralsnog, kijk, voor die bikepack-avontuurtjes rijdt er best veel asfalt. En dan is dat toch wel lekker, weet je? Dat je voor je gevoel toch een beetje rolt. En ook hier, als ik reed zaterdag bijvoorbeeld 130 kilometer in Noord-Holland. En dan, ja, met de beste wil van de wereld rijd ik misschien 50 kilometer off-road. Maar de resterende 80 is wel gewoon op de weg, zeg maar. Dus dan, ja, daar rijd je ook gewoon 35 mee op de weg. Zonder dat je denkt van, dit bolt voor geen meter. Dus dat is gewoon, ja, voor mij is dat echt gewoon een topbal. Ja, en wellicht als je naar het buitenland moet, volgend jaar bij meer reizen, dan grove terrein misschien een keer een rombus pakken. Rombus echt bedoeld voor, die misten we eigenlijk een beetje dat rotsachtig terrein. Had jij mij die opgestuurd? Die, ja. Was in 47 ook? Nee, die zijn in 42. En die 47 die je had opgestuurd? Dat ja, dat zijn die tracers. Daar zijn we nu mee aan het experimenteren. Ja. Dat is een NA100 band, wordt dat. Super, ja. Ja, 47 is huge. Ik zag toevallig een paar fietsen waar van die trigger 47's op lagen. Ja, dan heb je echt... je hebt ook 650 B-wielen geprobeerd, geloof ik. Ja. Hoe reed dat dan? Ja, voel je? Ja, je voelt zeker verschil. Het is gewoon een nog meer een speelfiets dan. En die oude, maar wat Richard net zei met 650B, die oude die versie was nog lager. Dan zit je echt snel met je pedalen op de grond. Dus ja. Dat is, en omdat je zo laag zit, dan vond het ook als een basketbal op de fiets zat. Dus opeens lijkt je fiets heel kwijt. Maar okay. Het is echt, het is gewoon een fiets, zeg maar als je naar een pumptrack gaat of dat soort dingen, dan kan je daar echt goed mee spelen. Maar voor bikepacken zou ik het niet gebruiken, zeg maar. Nee. Ja, wat ik een beetje over in de cracks is dat de mountainbike en de gravelers, of de gravel en de mountainbikers, dat die meer richting 650B, want dat komt iets dichter bij het mountainbike gevoel op hun fiets. Ja, en de wielrennen, maar goed, ja, dat is het mooie van de gravel scene, denk ik. Ja, er komen zoveel smaken samen. Ja. Ja. Ja, hey, Richard, ik nog steeds toebij, dus twee bladen voor, het liefst. Ja, dat is ook zoiets. Ja, dat komt natuurlijk ook omdat ik dat gewend ben als wegrennen. Ja, en Richard die reed vroeger al met één keer, denk ik, of niet? Ik stond hier heel even niet, wat zei je? Hij rijdt, Laurens rijdt met twee bladen het liefst voor. Ik zeg een beetje de kruisbestuiving van wielrenners, mountainbikers, maar jij reed vroeger ook al met één keer, geloof ik, of niet? Ja, ik was vroeger in de cross altijd met één blad, ja. Ik heb nu op mijn crux ook één blad voor, echt zoals vroeger, met een 42. En ik heb nu enkele keren met deze Diverge gereden, maar ik begrijp Laurens wel. Ik heb zelf, als je meer tochten mee zou gaan maken, die GRX-groep is echt fantastisch. Maar dan zou ik ook eerder gaan kiezen voor twee bladen voor. Ja. 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 Zeker bikepacking, zware fiets. Ja, dan moet je natuurlijk wel... Ja, je hebt wat meer range. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb me nog nooit geërgerd om voor te schakelen, zeg maar. Dat ik dacht van, met de DI2 GRX, ja, dat is gewoon, dat is, werkt zo goed, zeg maar. Dat je, ik vind het echt top. Ja. Hey, ja. nog één dingetje en dan gaan we zo afronden, mensen. Ik weet dat tijdens Parijs-Roubaix geen enkele renner vertelt welke druk die in de banden rijdt. Dat is het grootste geheim van de Smith, geloof ik. Richard was er ook altijd heel angstvallig over stil tijdens de koers. Maar wat rijden jullie, mensen? Wat is jullie een beetje het gewicht en wat rijden jullie qua bandendruk? Dat ligt eraan hoe brede banden je hebt, hè? Dat maakt een heel groot verschil. Als je een beetje zo rond de 74 kilo en dan als je met een 38er rijdt, dan ga je als je een echt volgens mij valt Richard weg, Laurens. Ja, ik heb slecht bereikt. Ja, we gaan het redden. We zijn er bijna. Wie was op 38 is 74 kilo? Hoe bar zit je? Richard.
Ja. Hoeveel bar zit je ongeveer? Ik zeg al, dat ligt heel erg aan op welke breedte banden je rijdt. Maar met een 38 of 40, dan zit je 1,4, 1,5 maximaal. Dat is maximaal waar je kan rijden. En dan blijft hij ook goed bol op het asfalt. Hey Lauwens, komt er een beetje overheen met jou? Ja, zeker. Mijn grootste overgrote ervaring is het strandracen natuurlijk. En dan rij je soms zelfs al met 0,6 op het strand. Maar ja, dan moet je echt niet meer op de weg willen rijden, zeg maar. Want dan kom je geen bocht meer door. Dus je kan heel laag gaan. Maar ik merk ook wel dat 1,5 bar, zeg maar, meestal zit erin. Ja. En hoe breder die band, hoe lager het aantal bar is wat je erin stopt. Ja, ik denk dat heel veel mensen hiervan gaan schrikken met deze waardes, mensen. Dus ga het gewoon proberen, steeds een klein beetje zachter. En hoe meer grip, hoe meer comfort en hij blijft gewoon goed bollen, die band. Daar wil ik hem eigenlijk wel mee afsluiten. We zitten ruim over het half uur. Super, bedankt voor de aanwezigheid. We kunnen al een uur doorpraten, want ik vind het fantastisch. Ja, als je meer wilt luisteren, luister vooral de podcast van Lauwens ook. Dit keer een podcast of video, fantastisch mannen. Hey, top dat jullie aan mee wilden werken. Ga lekker door met gravelen, want gravelen is de toekomst, jullie horen het, hè. Het gaat helemaal los, dat is fantastisch. Nogmaals bedankt, misschien willen jullie nog wat aan de kijkers laten zien of vertellen. Als slot, trouwens. Ja, we hadden het net nog over die bandendruk, maar ik heb toevallig van de week echt zo'n digitale drukmeter ook echt aangeschaft. Want je merkt al wel, ik moet het nou echt van de wedstrijdjes onderling hebben. En die NA100 is toch een ding. Dus dan gaan we echt de perfecte bandendruk vooruit bijzoeken. Dus we gaan zelfs daar steeds professioneler in worden. Een paar jaar terug, dan liet ik het aan de mechanieker over. Ik denk dat Richard zijn oren hoort klapperen. Maar dan zei ik, ja, gooi er maar 8 bar in en ik cruise er wel op. Maar inderdaad, nee. Bandendruk wordt steeds weer een dingetje. Richard. Nee, maar je moet inderdaad die soort kleine dingen maken wel voor ieder persoonlijk dat je echt plezier gaat hebben van je ritjes. En dan moet je even wat tijd aan besteden. Dat is eigenlijk mijn tip die ik al wil geven. Ja. Dan moet je echt een beetje tijd in investeren en proberen en een keer zeggen van nou dit is niet. Of zeggen van nou ik heb het verschil. Dat is wel heel belangrijk. Ja, ja en latex is natuurlijk, ik was het vergeten, maar binnenband is historie. En latex is de nieuwe standaard, denk ik, hè? Zeker met gravel. Ja, zeker. Nou, top man, mensen, super. We stoppen ermee. Bedankt voor het kijken naar de eerste webinar over de gloednieuwe Diverge en onze nieuwe Rhombus gravelband. En hopelijk zien we jullie snel bij een evenement of tijdens een wedstrijd of wel ergens in het bos van de gravel. Tot ziens. Yep.